Hi, ik ben Find the Creator en je bent beland in deel 4 van het thema Clubhouse. Ik heb uitgebreid gesproken in de eerste 3 delen over Clubhouse, wat het is, hoe kom je op Clubhouse, wat zijn nou de voordelen. Maar helaas komt in dit 4e deel een aantal dingen voorbij waarvan ik denk, ja, daar gaan we toch ook even eerlijk over praten. Want Clubhouse heeft absoluut ook nadelen. Ja, die hele hype nu. Iedereen, Clubhouse, althans als je een iPhone hebt. Iedereen zit op Clubhouse. Iedereen houdt zich bezig met Clubhouse. Maar hier komt direct mijn eerste vraag. Welke toegevoegde waarde heeft Clubhouse op dit moment voor jou? En heeft het überhaupt een toegevoegde waarde? Welke toegevoegde waarde heeft het om een uur nu te luisteren naar een sessie binnen een club? Maar zouden we niet productiever zijn als we dat YouTube filmpje gaan opnemen die we al heel lang moeten maken? Of zou het niet productiever zijn als we eindelijk dat verslag gaan afmaken waar we al heel lang tegenaan zitten te drukken en steeds maar vooruit aan het schuiven? Of is Clubhouse wel de juiste manier om tot jouw kennis te komen? Of is Clubhouse de juiste manier om je doelgroep te bereiken? Weet je, het zijn zaken waar je van tevoren over moet gaan nadenken. Want niet omdat iedereen op die hype nu zit, wilt zeggen dat Clubhouse voor jou individueel wat betekent. Voor heel veel mensen, voor miljoenen mensen, zal Clubhouse totaal geen toegevoegde waarde zijn. Dit networking platform heeft zo zijn voordelen, maar ontzettend veel nadelen. En een van de grootste nadelen die ik hier graag wil beschrijven is het afnemen van jouw en mijn productiviteit. Want zoals elk social media platform, heeft elk social media platform zo zijn voordelen en nadelen. En een van de dingen is, we hebben maar 24 uur in één dag. Hoeveel tijd ben je bereid te besteden aan Clubhouse? Denk je daar van tevoren over na hoeveel tijd je aan Clubhouse wilt besteden? Als je Clubhouse als strategie ziet voor bepaalde groei, het zij op basis van persoonlijke dingen waarmee je nu op dit moment mee bezig bent, die persoonlijke ontwikkeling, je bepaalde eigenschappen waar je misschien aan werkt. Maar als er bijvoorbeeld bepaalde vaardigheden zijn waar je aan moet werken of mee bezig bent, ja, bepaalde vaardigheden vergt oefening. Vergt oefening in de praktijk betekent, je gaat het doen. Dus als jij Clubhouse gebruikt, maar je doet vervolgens niets daarmee, kortsluiting, snap je waar ik heen wil gaan? Clubhouse is potentieel de grootste afleiding voor jou om te groeien waar je naartoe wilt. Het is een en al een pure afleiding. Het heeft geen zin om kennis te blijven vergaren, om vervolgens geen stappen te maken om wat met die kennis vervolgens te gaan doen. Je kan elke avond wel een thema gerelateerde Clubhouse of event bijwonen. En je kan alles leren met betrekking tot het maken van cake of koeken en taarten. Tot in einde kan je discussiëren over hoe je de beste juicy bruids. Je snapt wat ik bedoel. Maar wat voor zin heeft het als je niets in uitvoering brengt? Wat voor zin heeft het als je niet met die kennis doet? Wat voor zin heeft het om in groepen te blijven hangen terwijl je werk hebt wat op je aan het wachten is? Ja, de grootste uitdaging om goed om te gaan met Clubhouse is te bedenken hoe Clubhouse niet je tijd verspilt en je productiviteit vernietigt. Dat is het nadeel van Clubhouse. We kunnen ons afleiden van de werkelijkheid, de essentie. Toevallig hoor, ben ik begonnen met het leren van het spelen van piano. En toen dacht ik nog laatst bij mezelf, wacht even, er moet vast wel een club zijn die beginnelingen ondersteunt in het leren van deze nieuwe vaardigheid. Nu ik daar gericht op zoek naar kan gaan, is het zo dat ik een leraar heb die mij die vaardigheden leert. Zie je waar ik mijn kennis en informatie vandaan ga halen? Hoewel Clubhouse mij wel gaat kunnen bedienen, immers is er voor iedereen wel wat op Clubhouse te vinden en straks al helemaal, haal ik mijn kennis en mijn vaardigheden van mijn leraar, die notabene afgestudeerd is in het conservatorium.
Daar ga ik mijn kennis en informatie vandaan halen. Maar ik ga niet mijn tijd verspillen op Clubhouse om daar uren te gaan luisteren naar hoe leer je piano, terwijl mijn leraar specifieke instructies heeft gegeven hoe ik... En ik heb een piano hier. Kan oefenen. En hoe ik de volgende keer beter voorbereid kan zijn op de les. Zie je waar in de praktijk het uitvoeren, het in beweging zijn, belangrijker is dan het vullen van je hersenen? Of omdat de entertainmentwaarde zo hoog is, onze tijd te verspillen? Nogmaals, een dag heeft maar 24 uur. Gemiddeld slapen we 6 tot 7 uurtjes per dag. Dat laat veel minder tijd over voor het werken naar groeien, die persoonlijke ontwikkelingen, het behalen van die doelen. Het heeft puur te maken met, gaan we nou wel of niet onze tijd en aandacht, of gaan we nu wel deze 15 minuten besteden aan een club op Clubhouse, of gaan we aan de slag? Maar even eerlijk, ik wel hoor, maar ik ben echt een koning in het uitstellen van zaken die heel belangrijk zijn. Kijk, omdat ik mijn zaken goed regel, maar ik kan heel goed iets tot het allerlaatste moment uitstellen. Dat wordt nog steeds wel gedaan, maar dat is absoluut niet gezond. Het is niet goed voor de productiviteit, het zorgt voor heel veel stress ook. Heel veel stress wat niet nodig is. Dus die afleidingen en in combinatie met hoe jij als bent als persoon, ja, dan moet je voor jezelf heel eerlijk in zijn. Gaat het nou bijdragen of gaat het averechts voor mij werken? Helpt dit mij om vooruit te komen? Ben ik aan het einde van de dag productiever geweest, ja of nee? Of heb ik me wederom weer laten afleiden, zoals mijn gewoonte is om mij altijd te laten afleiden door zaken die geen prioriteit hebben of niet ertoe bijdragen aan mijn doel en mijn doelstellingen. En zo heb je, wanneer je aan het scrollen bent op Facebook of Instagram, voordat je het weet ben je uren en uren en uren en uren verder. Wilt niet zeggen dat de thema's niet interessant zijn en je oren niet kietelen, maar entertainment zal je altijd afleiden. Het moet geen entertainment voor je zijn. Clubhouse moet geen entertainment zo 1, 2, 3 voor je zijn, denk ik. Ja, natuurlijk zijn er entertainmentachtige elementen in het Clubhouse. Ik bedoel, als Beyoncé op Clubhouse de ding doet, ja, dan ben ik ook wel geïnteresseerd wanneer zij in de comfort en in de ontspannenheid lekker aan het babbelen is in die microfoon. Ja, daar ben ik ook wel geïnteresseerd om naar te luisteren. Maar hoe lang wil ik daar mezelf mee bezighouden? We hadden in de voorgaande video's had ik het over radiobestuurbare vliegtuigjes. Ja, je gaat kennis opdoen op Clubhouse over hoe word ik daar nou beter in? Hoe kan ik ervoor zorgen dat wanneer ik die dingen wil gaan bouwen, dat ze beter worden, dat ze beter vliegen? Maar die ervaring en het doen, dat is waar jij in groeit, waar je doorgroeit. Niet het blijven vergaren en het blijven vullen van die hersenpan met informatie en kennis. Nee, als je er niets mee doet, is het in feite waardeloos. Wanneer je niets met die kennis doet, kom je ook niet vooruit. Laat Clubhouse geen afleiding zijn tot je business. Gebruik het ter ondersteuning van je business. Gebruik het ter ondersteuning van jezelf. Maar ten alle tijde mag Clubhouse niet een afleiding gaan zijn. Want als het een afleiding inmiddels is geworden, is het omdat je het hebt geadopteerd zonder goed na te denken in hoeverre het een toegevoegde waarde is. En daarmee heb ik eigenlijk hetzelfde beaamd met betrekking tot welk networking platform dan ook wat er is. Het kan niet je tijd lopen verspillen. En dat is simpelweg het risico van Clubhouse. Het levert niets op. Omdat het wellicht niet voor jou nu is, of wellicht nooit niet. Dat is een gevaar, een duidelijk gevaar, wat ik herken als Clubhouse, wat ik nu eigenlijk alleen wil benoemen. Maar er zit nog een gevaar aan Clubhouse. In het vijfde deel heb ik het over het echte gevaar. En eigenlijk bespreek ik met jullie wat Clubhouse
werkelijk is. Waarom bestaat het? Waar komt het vandaan? Wat is het doel van Clubhouse? En hoe zorg jij ervoor dat je daar niet in trapt? Met andere woorden, hoofdstuk 5 of deel 5 is voor mij een van de belangrijkste hoofdstukken om toch een klein beetje vanuit mijn achtergrond als ICT te vertellen. Mensen, dit is eigenlijk wat Clubhouse is. Stop de onzin. Bedankt voor het kijken van deel 4. Ik zie je bij deel 5.